Nu in de baan de hengst Mick, een nakomeling van Apache uit de moeder van Ferro. Geboren in 2017, fokker en eigenaar J. van der Meijden uit Zuilichem, gereden door Kim Noordijk. Je mag nog even losrijden op het moment dat je klaar bent om met de proef te starten, dan kun je dat aangeven. Gaan we over naar de uitslag van de hengst Mick. Geboren in 2017, een afstammeling van Apache maal Ferro, fokker en eigenaar J. van der Meijden uit Zuilichem. Mick is een aansprekende, betrouwbare hengst met veel uitstraling. Hij laat zich ook goed bewerken en heeft zich gedurende het onderzoek positief ontwikkeld.
De stap is actief met ruim voldoende ruimte en souplesse. De draf is lichtvoetig met balans en is goed van regelmaat en ruimte. De galop is voldoende van ruimte, maar zou in het geheel nog meer sprong bergop mogen hebben. De test Amazone vindt dat Mick veel go heeft en een meewerkend karakter. Hij zou wel met name in de galop nog meer tot dragen mogen komen. Hij lijkt zich te ontwikkelen tot een meewerkend dressuurpaard. Komen op de volgende cijferlijst. Voor de stap, een 7,5. Voor de draf, een 7,5. Voor de galop, een 6. De rijdbaarheid, een 7. Houding en balans, een 7. Atletisch vermogen, een 7. Schakelvermogen, een 7. Aanleg, dressuurpaard, 7. Prestatiebereidheid, 7,5. Gehoorzaamheid en evenwichtigheid, een 8. Komt hij op een totaalscore van 71,7. En dan geef ik graag het woord aan de voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie. Ja, de Hengstenkeuringscommissie heeft hier lang over gediscussieerd. En wij kunnen de verlenging van de goedkeuring niet waarmaken. Dus hij wordt niet goedgekeurd. Helaas.